Dank u wel, Avond, Oeruzgan FM hier. Een uur lang speciaal voor jullie Nederlandse militairen daar in Afghanistan. En natuurlijk het thuisschot. Iemand te zijn die al heel lang stoere verhalen over mensen in groene pakken vertelt. Ja. En ja, we willen eigenlijk dat hij dat in de praktijk ook een beetje waar gaat laten maken. Maar hoe moet ik dat zien dan in de praktijk? Nou, het goede nieuws is, we willen hem bedanken voor alles wat hij gedaan heeft. Het slechte nieuws is, om 5 uur geen bieren bitterballen wat hij mogelijk gepland had. Maar hij gaat met ons mee voor een verkorte AMO. Is dat, een AMO? Ja. Ik ben nog steeds leeg. Ja, dus, nee, precies. Nou, het wordt dus zeg maar, de militaire vaardigheden gaan we jou vannacht even bijbrengen. Daar komt het eigenlijk op in. Oh mijn god. Ja, het is moeilijk in te schatten om wat hij kan en niet kan. Omdat wij natuurlijk regelmatig hindernisbaan overgaan en bepaalde hindernissen weten hoe ze moeten worden genomen. En hij zal misschien heel getraind zijn. Ja, sommige dingen komen toch op techniek terecht en dan uithoudingsvermogen. En ja, dat is maar afwachten. Ja, dat zijn zenuwen hoor, verschillende vingers. Daar ga je attributen tegenkomen. Haal die eruit en kom er hier weer uit met die attributen. Dan gaan we eens kijken wat je gevonden hebt en wat we daarmee kunnen gaan doen. Kijken of die tweede ook een tegenkomt. Ik zou zeggen, ga op zoek. Zie jij een zwart bordje staan met daar aangeplakt de rest van jouw bestek? En dan kunnen we in ieder geval, als je het allemaal haalt, kunnen we vanavond wat eten. Dus ik zou zeggen, begin te rennen en ga kijken waar. En ik zou zeggen, zet de tijd van eraan. Yeah.
denk dat we geschikt klaar zijn. Althans, we zijn er nog niet helemaal, maar de laatste opdracht kan ik er niet meer falen. We langs de route naar de barbecueplaats en dan gaan we elkaar daar op zoeken. En we doen het niet zomaar. Je zal bevorderd gaan worden door de sergeant-majoor Bosman. Ik ga hem daarbij assisteren. En je krijgt van deze eenheid, eigenlijk was die voor heel Oeris Galavan, maar ik denk dat Niels hem verdiend heeft, het schildje van 110 transportcompagnie dat jij met die leven maakt. Deze. Ach. Ja, pak even een flesje daar. Een goed gebruik. Is de strepen nat te maken. Even een tegeltje voor je vasthouden. Dat heeft een symbolische waarde. Wat is de eindconclusie hier? Niels is geschikt. Maar we zijn er lang niet met hem klaar.